Hoi, ik ben Monique van Kimya en ik ga jullie vandaag laten zien wat je met het jubileumpakketje 15 jaar kunt maken. Ik begin even met laten zien wat er allemaal in het pakketje zit. En uiteraard zit dat briefje erin, welk pakketje dat het is. Er zit in een lintje, twee kleine loonzakjes, twee hanglabels, een stukje mica. Er zit in een vouwdoosje en er zit in een witte vlakke zak. Maar voor we gaan beginnen, laat ik jullie eerst zien wat het uiteindelijk gaat worden. Dus ik leg dit hele stapeltje even aan de kant. En dan komt hier het projectje als hij helemaal af is. Het is gewoon een doosje. Ik heb er een venster in gemaakt. Daarachter zit Mika. En als je het doosje open doet, dan zit daar een mini-album. En dat mini-album strikt dicht met een lintje. En dan is het met allerlei flapjes en dingetjes. Is het een ontzettend leuk albumpje geworden. En dit hele album maak je van die ene witte zak. Hoe leuk is dat? Ik leg hem even aan de kant. Doe hem weer even in het doosje. Ik heb het papier Hello Beauty gebruikt van Crafts & Klok. En het is niet een hele nieuwe lijn, maar wel een hele leuke lijn. Zal ik hem hier in het hoekje zetten? Zo, kunnen jullie hem zien? We beginnen met de zak. Deze zak heeft een open kant en een dichte kant. En aan de open kant gaan we afsnijden en we meten af op 28,5. En dat doe ik zelf even met een potlood en een liniaal. Ik gebruik daar wel mijn snijbord voor, maar de keuze om hem zo af te meten is zodat ik niet dat hele snijbord uit hoef te klappen, maar dat is een persoonlijke keuze. We snijden hem dus aan de open kant af en wat we dus overhouden is een zak met een gelijke rand van 28,5 centimeter. Dat reststukje mag weg. En dan gaan we een lange rillijn in het midden maken. En met het rillen wil ik jullie even zeggen dat je met deze zakken niet te hard moet rillen. Want je gaat er heel snel door de zak heen. Dus dat is niet heel erg fijn, want dan ben je hem kwijt. Ik meet even de breedte van de zak. Meet ook even jouw eigen zak op, want elke zak kan soms net even anders van maat zijn. Ik meet hier 20,8. Dus dan zit mijn rillijn op 10,4. Maar zoals ik zeg, meet even je eigen zak op en bepaal dan het middelpunt. Niet te hard rillen, voorzichtig. Liever een paar keer heel zachtjes als in één keer heel hard. Nu zie je heel dun bij mij de rillijn. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vervolgens gaan we nog een rillijn maken op 8 centimeter vanaf de dichte kant. Dus ik heb nu mijn dichte kant aan mijn linkerhand liggen. En dan meet ik 8 centimeter vanuit de dichte kant. En daar ga ik nog een rillijn op maken. Dus 8 centimeter. En dan maak ik een korte rillijn. En wederom niet te hard duwen met je rilmes. Want dan ga je er doorheen. Met beleid en vooral heel veel liefde maken we de rillijn. Dus ik heb nu een hele lange rillijn in het midden van de zak. En ik heb er 1 op 8 centimeter vanuit de onderkant gemeten. Het rilbord mag aan de kant.
En dan pakken we even ons snijmatje erbij. Misschien heb jij hem al gewoon standaard op je bureau liggen. Dat kan. Een mes en een liniaal. Wat we nu gaan doen is deze lange rillijn insnijden tot aan die 8 centimeter. Dus dit korte stukje van 8 centimeter laat je dicht. En dit lange stuk snij je open. En werk precies tot aan die rillijn. En ook hiervoor geldt liever een paar keer eroverheen met je mes, zodat je zeker weet dat die open is. In plaats van één keer heel hard, want dan krijg je soms rafels. Wat ik nu heb, is een zak met twee flappen en een stukje dicht. Snijmatje mag ook aan de andere kant, aan de kant. En dan gaan we de dichte kant laten we nog steeds links liggen. Dan gaan we deze twee flappen gaan we even dicht plakken. Je hebt hier een heel dun stukje papier, die mag eruit. Daar heb je helemaal niks aan, die mag gewoon weggeknipt worden. En dan gaan we dus die twee flappen gaan we met tape weer dicht plakken. Ik gebruik daarvoor een 3 mm tape. Heb jij een bredere tape, dan is dat ook prima. Alleen dan kan het zijn dat je straks een pocket hebt die wat smaller is. Maar dat is geen enkel probleem. Wat ik zelf even doe, is ik vouw hem even naar achteren, die ene flap. Zodat ik er goed bij kan. Deze 3 mm tape gaat netjes langs het kantje van die zak. Van die open ingesneden kant. En ik haal gelijk even die folie, de beschermfolie eraf. En wat ik zelf altijd doe is, ik maak even een beginnetje met de tape. Dan zorg ik dat mijn zak er rechtop ligt. En dan trek ik zo die tape daartussen uit. En dan zit die netjes dichtgeplakt. Wat we nu doen is die andere flap naar achteren vouwen. Ik draai hem even om, zodat ik heel goed bij deze flap kan. Ik heb hier nog een heel klein reststukje, die knip ik er nog even tussenuit. Die is weg en dan doe ik precies hetzelfde als wat ik net bij die andere flap deed. Weer netjes langs het zijkantje plakken. Goed aanduwen. En ook hier doe ik datzelfde riedeltje. Ik haal even een klein stukje los, maar dan wil ik wel alleen de beschermfolie mee. Ik hou hem netjes op zijn plaats. En dan zit hij vast. Nou, nu heb ik een zak met één flap en een andere flap en een dichte kant. Eens even spieken op mijn spiekbriefje. De bovenste flap, die vouwen we naar achteren. Dus dat kan precies over die rillijn. Je kunt even met je vouwbeen een mooie strakke lijn erin vouwen. Die gaat naar achteren. Deze blijft zo voor je liggen. En dan pakken we potlood en een liniaal. En dan gaan we vanaf deze eerste rillijn. Dus je hebt hier 8 centimeter. Heb je een rillijn gemaakt. En vanaf die lijn meten we. Eens even spieken. 1 centimeter. 10 centimeter en 12 centimeter. Dan gaat die onderste flap naar achteren en halen we de bovenste flap
weer naar voren. Die konden we ook nog even met het rilbeen even doen. En dan gaan we weer vanaf die eerste rillijn gaan we weer meten. En dan doen we weer op 1 centimeter. Dan op 8,5. En op 15. Dus wat ik nu gedaan heb. Ik heb eerst de bovenste flap naar achteren gevouwen. Daarna heb ik op de onderste flap vanaf die railvouw een streepje gezet op 1 cm, 10 cm en 12 cm. Vervolgens heb ik die onderste flap naar achteren gevouwen en de bovenste naar voren. En dan gaan we weer streepjes zetten op 1, op 8,5 en op 15. En die gaan we nu rillen, dus dan pak je weer je rilbordje bij. Of je rilpen met je liniaal. Weer die bovenste flap naar achteren, zodat we die onderste flap kunnen rillen. En omdat ik die streepjes al heb gezet, kan ik heel netjes een mooie ril erin maken. Wederom zachtjes rillen. Dat is op 1 en 10. En op 12. Dan vouw ik deze onderste flap naar achteren en haal ik de bovenste naar voren. Ik draai het voor mijn eigen gemak even om, maar dat is een persoonlijke keuze. Dan leg ik het weer netjes tegen mijn randje aan en dan ril ik hem op 1. En op 8,5. En dan de laatste rillijn op 15 centimeter. Dus ik heb nu twee flappen met verschillende rillijnen. Wat ik nu ga doen, is ik vouw de hele zak dubbel tegen elkaar aan. Ook die vouwlijn doe ik even met mijn vouwbeen, zodat ik een mooi scherpe vouw krijg. Wat ik nu met dit stukje ga doen, met de dichte kant, ik ga aan één kant, aan de onderkant en aan de achterkant zeg maar tape doen. En dan doe ik aan de onderkant 3 mm tape. Zodat je pocket een beetje groot blijft. En dan doe ik aan de achterkant 6 mm tape. Zodat hij goed dicht blijft. Ik ben team knip en scheur. Maar als ik dan wat brede tape moet scheuren, dan gebruik ik een kleerblok. Zodat ik niet hoef te knippen. En netjes recht scheur. Deze beschermfolie verwijder ik. En dat doe ik ook bij die onderste. En dan gaat hij nu netjes op elkaar. En dan heb ik hier dus een pocket. En ik heb twee flappen. Dus hier heb ik een pocket en twee flappen, doordat ik deze in een L-vorm aan elkaar geplakt heb. Wat we nu gaan doen, is vouwen. Dan moet ik zelf ook even heel goed nadenken hoe dat het ook alweer zat. Ik leg hem met het smalle deel leg ik hem links. Dus ik heb hier de pocket gemaakt. Ik heb hier die flappen. Aan deze kant heb ik ze dichtgeplakt. En dan draai ik het gedeelte even helemaal om, zodat ik een smal gedeelte aan mijn linkerhand krijg. En die gaat in een dalvouw.
die vouw ik eerst naar rechts. Dan heb ik hier de tweede lijn. Die vouw ik andersom. Daar maak ik een bergvouw van. En ook die. Even met je vouwbeen. En dan die laatste maken we weer een dalvouw van. Doe ik nog in beeld? Amper. Dan draai ik het gedeelte helemaal om. En dan maak ik al deze rillijnen maak ik dalvouwen van. Dus die gaan allemaal dezelfde kant op. En als je met je vouwbeen even eroverheen gaat, dan wordt het een mooie scherpe vouw. En dan heb je nu eigenlijk al je boekje. Ik heb aan deze kant allemaal dalvouwen. En aan deze kant heb ik één bergvouw. Hier is het smalste gedeelte. Dit is het breedste gedeelte. En hier zit die pocket. Dan vouwen we hem zo naar binnen. En dit is je voorkant. Hier klopt iets nog niet helemaal, want ik ben die... Deze ben ik vergeten. Die moeten we ook even heel scherp. Dit is wat je uiteindelijk moet krijgen. Zo moet die uiteindelijk worden. Dit zijn die 2 centimeters. Bij elkaar is dat 2 centimeter, omdat die door die pockets aan elkaar geplakt is. En dit is ook die 2 centimeter. En hier aan de buitenkant heb je die breedste flap. En aan de binnenkant heb je die smalle flap met daarin die bergvouw. Dit is je boekje. Wat ik nu gedaan heb, is mijn lintje erop geplakt. En wat ik daarbij gedaan heb, is mijn hele lintje even in tweeën geknipt. Gewoon precies door het midden. En dan plak ik hem vast met een stukje tape. Ik doe dat op het oog. Dat kun je natuurlijk ook heel goed even uitmeten. Dat is prima. Mijn folie er even afpeuteren. Er altijd mee te hannissen. Ik laat het folie er nog eventjes een beetje op zitten, omdat ik hem niet helemaal tot aan het eind wil plakken. Dat is die. En aan de andere kant ook een lintje. Dus het lintje doormidden knippen en aan de achterkant ongeveer in het midden plakken. Je hebt dus in het midden zeg maar even een stukje geen lint, maar dat verberg je straks omdat je er een designpapiertje overheen gaat plakken. Je denkt nu misschien ook wat een flubberig album, maar dat komt allemaal goed als je er designpapier overheen gaat plakken. Nou, met dit lintje kan die dichtgestrikt worden. En dan heb ik hier een pocket, omdat ik daar de opening van de zak heb. Daar kan ik heel leuk die 2 hanglabels in stoppen. Die kunnen in deze pocket met z'n tweetjes. Die leg ik even aan de kant, want we hebben nog 2 loonzakjes. En die komen aan een flapje. Ik doe dat even met een beetje lijm. Dat kan uiteraard ook met een beetje tape, wat je wil. En die, als je het boekje zo hebt staan, plak je hem aan deze kant. Wat je zelf wil, je mag hem naar voren laten flappen, naar achteren, naar boven, naar onderen. Ik laat ze nu naar boven flappen, dus ik plak ze aan de bovenkant. En die andere plak ik in het achterste gedeelte, zeg maar. Dat ik zo mijn boekje heb, plak ik op de achterkant het loonzakje. En ook die
kan je zelf bedenken of dat hij naar boven of naar onderen. Wat ik net al zei, ik doe dit gewoon even hetzelfde zoals ik het in mijn voorbeeld heb geplakt. En dan heb je hier nog een pocket waar je zelf nog een kaartje in kan maken. Dus wat je nu hebt, een boekje wat dichtstrikt met het lintje. Een grote flap naar rechts. Een kleine flap waar die hanglabels in kunnen. Gezellig met z'n tweetjes. Die zitten hierin. Dan heb je hier een flapje. En dan vouwt hij wat verder open. Dan heb ik hier dat loonzakje geplakt. Heb ik hier een pocket waar ik zelf nog wat in gemaakt heb. Dat laat ik jullie zo nog even een keertje zien. En dan heb ik hier nog dat andere flapje. En de grote flap. Dat is het albumpje. Dan ga ik jullie nog dat doosje even laten zien. Zoals jullie aan het begin al zagen, heb ik er een venster in gemaakt. Ik heb een grote A4 Big Shot. Dus mijn bovenkantje kan precies door de rollen heen, zeg maar. Als je een wat kleinere machine hebt, dan zal dat niet lukken. Wat ik je dan als tip mee wil geven, is leg je snijmalletje erop. Teken het even om en knip het uit. Dat gaat heel prima. En daarachter plak je dan dat mica. En dan plak je de designpapier overheen. En dan heb je dus een heel leuk venster. Je kunt hem ook dicht laten. Dat is natuurlijk een eigen keuze. Ik zal jullie ook nog even laten zien hoe dat doosje in elkaar zit. Je draait hem om. Dan vouw je die kleine flap aan de onderkant vouw je om. En die gaat met zijn twee buitenflapjes gaat hij naar binnen. En dat doe ik ook bij deze flap. Ik zal deze even naar achteren vouwen, zodat jullie mee kunnen kijken. En die buitenflapjes gaan ook weer naar binnen. En hier aan de onderkant zitten van die, het is geen uitkeping, maar het tegenovergestelde ervan. Ik kom even niet op het woord. Die vallen precies in deze uitkepingen, zodat je doosje gelijk stevig blijft. Aan deze twee flapjes zitten nog extra flapjes. En die vouw je naar binnen. Dit doen we even aan één kant. Dus die vouw je helemaal naar binnen. En dan pak je die buitenflap. En die vouw je er recht tegenover omheen. En deze twee uitstulpingen, zal ik het maar even noemen, die vallen dan weer in die uitsparingen. En dat is even een klein beetje duw. Maar als die zit, dan zit die. Dus dan zie je aan de onderkant dat die er netjes in zit. Dit doe je ook aan die andere kant. Weer dat ene kleine flapje naar binnen. De buitenflap omhoog. En er omheen. En dan voorzichtig doorduwen totdat die in de uitsparing valt. Dan vouw je deze twee flapjes naar binnen. En dat doe je ook met deze twee bochtjes. Die vouw je ook naar binnen. En deze vouw je naar voren. En dan vallen deze precies in het doosje. En dan kun je met deze flapjes kun je hem dichtvouwen. En dan zou je met dit flapje hem helemaal dicht kunnen maken. Ik heb bij mijn voorbeeld heb ik dit flapje eraf gesneden. Dat gaat ook prima. Hij wijkt alleen iets. Maar dat vind ik zelf niet heel erg. Dus dat is ook een keuze. Dus wat je doet, is je maakt eerst dat venster erin. Eventueel met je stansmachine als die breed genoeg is. En anders met een stansje snij je er een vorm uit of uit de vrije losse hand. Dan die mica daarachter of ervoor. Designpapier eroverheen. En je album past in dat doosje. En dan heb je een ontzettend leuk jubileum cadeautje. Ik ga deze nog even één keer laten zien. Dus ik heb hier dat venster. Ik heb dat flapje hier eraf gesneden. Ik heb hier aan de binnenkant niks geplakt. Ik heb aan de onderkant heb ik een houtstructuurpapiertje geplakt. Omdat als je hem zo dicht hebt staan, dan zie je precies dat houtstructuurtje nog. Met het lintje maak je het boekje weer open. Hier is die grote flap. Dit is dat kleine flapje met die hanglabels of etiketten erin. En dan
heb ik hier die pocket. En daar zit, bij mij zit er gewoon een kaartje in met een stukje designpapier. Maar dat is je eigen invulling. Oh, ik zie dat ik bij deze de flapjes aan deze heb gedaan. Ik heb het net laten zien dat het ene flapje aan deze flap zit. Maar dat kun je dus gewoon vrij invullen, wat je wil. Ik heb hier dus ook een pocket opgemaakt. En als die mee wil werken, dan zie je dat ook. Dan kun je natuurlijk heel leuk een stukje designpapier in doen. Of een hangetiket of een andere label, wat je wil. En dan is dit het jubileumboekje. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vinden en dat jullie massaal dit cadeautje gaan maken natuurlijk. Het pakketje is te koop bij Kimya uiteraard. Als je zoekt op jubileum, zie je hem vanzelf. Nou, ik wens jullie veel succes met maken en tot de volgende keer. Doeg!